Deze nieuwsuitzending gaat over mijn alcohol en wietgebruik. En dat ik nu al eh, meer dan 60 dagen droog sta. Dat is meer dan twee maanden. Ik weet het niet precies, by the way, maar het is meer dan twee maanden. En ik vind het best. Ik heb geen klachten. Nee, ik heb ook geen delirium gehad. Helemaal in het begin. Hè? Misschien een delirium of zo. Ik had erg veel gedronken. Maar had ik ook niet. Nou, en. Het stoppen met tabak. Ja, dan heb je zo'n hunkering, weet je wel. Ja. Ik heb zin in die shiki. Maar nu niet meer. Zo. Liep van de week over straat en, in, en dan ruik je dat zo. Dan denk je: hé, hey, hier rookt iemand. En dan kwam er een man langs en die rookte een pijp. Terwijl hij over straat liep. Ding na zich. Je gaat toch niet uh, terwijl je over straat loopt een pijp roken? Ik denk: wat is dat voor gedoe? doen. Ik denk: stomme vent. <laughs> Nee, dat, uh, ik heb een hoop gerookt in mijn leven, maar je gaat dat niet roken als je loopt of fietst. Zo. Tijdens het auto rijden vind ik roken wel lekker, maar dan zit je ook lekker achterover en een uh, ja, beetje op de snelweg. En, uh, dan een checkje paffen, uh, dat is wel zo aangenaam. Of als je thuis lekker zit, uh, een filmpje kijken ofzo. Maar toch niet als je bezig bent. Ja. ja, als ik aan het programmeren ben, was dan, hè. Dan, nou, nu programmeer ik zonder tabak. Ja, gaat me net zo goed af, hoor. Maar dan was ik aan het programmeren en dan loop je tegen iets aan en dan denk je... oh, staat dat ook alweer? En, uh, oh, weet je wat? Even checkie. Nou, dan draai je een checkie. Dan rook je even een checkje en dan... Je checkje is halverwege en dan denk je: Oh ja, ik wil het er weer, ik wil het er weer. Ja, dat gaan we doen. En dan leg je je shekje in, uh, in de asbak. En dan ga je aan de slag en dan even later, dan uh, heb je weer zo'n momentje, draai je weer een shekje. En dan denk je: Oh flippen, eh? <laughs> er ligt nog een halve. Ik rook van die, van die blauwe vloer, en die gaat dan vanzelf uit. Dus ik is wat de hanen zijn met al die checkies. Even voor jullie update. Ik houd dus bij dat ik dus zoveel tijd niet gedronken heb. En het gaat ergens over. En ik vertel allerlei dingen uit mijn dagelijkse gebeuren. En dat is ook interessant. Ik ben niet zielig. Nee, ik ben zelfs gelukkig. Moet ik zeggen. En dat je niet rookt, ja, bedoel, punt 1, het scheelt geld. Huh? Uh, punt 2, je, je hebt al die troep niet. Dat geeft een rotzooi hoor, roken. Dat heb je niet zo in de gaten. Maar... Mien. Al die tabakskruimels. En ja, zeker als ik dan zit te programmeren. En dan ook nog roken en alles. En, en dan valt er weer as naast de asbak. Of, uh, mien. Dan moet ik de boel weer schoonmaken. En dat heb ik nu allemaal niet meer. Ik vind dat zalig. Nou, en het alcohol drinken, dan denk ik, ja, ja. Nou ja, ik mis het niet voor de smaak. Daar ging het me nooit om. Warm smaak. Ging om de alcohol. En zit ik er nu op te wachten? Nee. Nee, helemaal niet. Ik drink thee. Best veel eigenlijk. Ik denk dat dat over een tijdje wel wat minder zal worden. Maar. Maar, dat is een soort plaatsvervangende bevrediging. Zo. Drink, denk ik wel, vijf potten thee op een dag of zo. Zes potten thee. Dat is toch belachelijk? En een plassenman. Oh, 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 oh. Ja, vind je het gek? Maar joh, het kost geen rol. Anders dan het bier drinken wat ik deed. Dat was toch uh, 6,5 liters. A, uh, een euro per stuk. Ja, dus 6 euro drank per dag, man. Ik koop nu zo'n uh, zo voordeel, pak van die theesakjes. En dat kost dan 2,50 euro. En er zitten me een partij zakjes in, jongen. Twee van die rijen heb je dan. Nou, dan moet je natuurlijk nog een beetje voor de elektra betalen om dat water. Ik heb zo'n waterkoker. Het water naar 100 graden te brengen. Maar hij gaat mij niet vertellen dat dat een kwartje kost hoor. Denk ik meer iets van richting de. Ja, wat zal het zijn? Door een kilowattuur is een 50 cent of zo. Maar die waterkoker is denk ik 600 watt. Zeg maar een halve kilowatt ja kortom uh, dat kan me de kop niet kosten lekker goedkoop. Mijn dochter die doet het dan nog strakker, die drinkt alleen maar water en af en toe thee als het feest is. Ja dat, dat vind ik maar dat gaat me even te ver hoor. Ik vind het wel lekker er is een beetje warme dranken en zo'n smaakje. Uh. En dus geen tabak en geen alcohol en wiet, dat deed ik ook. Ongeveer 5 euro per dag. Dat doe ik nog niet meer. En dat mis ik helemaal niet. Gisteren dacht ik nog van ja, want ik liep naar de supermarkt voor iets. Ik weet niet meer wat. Oh ja, iets van vlees of zo. Wat ik vind, nou, ik kan nu ook eventjes sterk bier halen. Want dat dronk ik, hè. halve liters en dan 10% alcohol. Gulpener Gladiator. Als je dronken wil worden voor weinig geld, dat is je biermerk. Gulpener Gladiator. 10% procent alcohol. Smaakt nergens naar, maar dat hoeft ook allemaal niet. Na 1,5 halve liter heb je dat niet meer in de gaten. Geeft een aangename roes. Gulpende gladiator voor de echte man. <laughs> Ach ja. En waarom soop ik nou zoveel? Nou, ik was gefrustreerd. Ik was boos. Ik was verdrietig. Ik was uh, mad as hell. And I didn't take it anymore ik denk als iedereen er met de pet naar nou gooit, dan weet je wat? dan doe ik het ook eventjes. ik doe gewoon lekker mee met iedereen. ik gooi er ook met de pet naar. ik doe helemaal niks meer. en dat heb ik gedaan. ik heb de daad bij het woord gevoegd. klaar. 's morgens wakker worden. nou een beetje uitslapen. dan een minuutje of elf je uh, druk gaan maken om naar de supermarkt te gaan. Om het 12 uur zijn we weer thuis en dan... dan gaat de eerste halve liter open. En Dan rustig doordrinken tot een uurtje of 5, half zes. En dan is het tijd om weer eens naar buiten te gaan. Voor een tweede ronde. Ja, dan ben je toch even buiten. En dan ga je even langs de kroeg. Nou, dat werd meestal wat langer. Want ja, je had wel van je gezelligheid. Anders word je zo'n eenzame drinker. Dus ook een beetje in de kroeg gaan drinken. En dan een minuutje of acht, half negen, negen uur of zo. Dan ging ik naar huis met drie glazen rode wijn in mijn nek. Dus dan had ik al op drie halve liter van de gulpende gladiator, drie glazen rode wijn. En dan één keer thuis aangekomen, dan, dan is al lekker een halve liter open en dan kijken wat er op YouTube staat. En dan niet te vroeg gaan slapen, anders word je veel te vroeg wakker. Het liefste werd ik wakker rond een uurtje of half elf, elf uur of zo. Want ja, om twaalf uur gaan we weer fijn naar de supermarkt. Jeetje, dat ik dat goed geregeld zeg, zo de knetter. En ik was gefrustreerd. Punt. En nou niet meer. Nu denk ik van ja, die vrouwen die kunnen er niks aan doen. Het zijn onuitstaanbare mormels. En ja, dat is niet eigenlijk zo. Je moet er niet mee omgaan. En helaas moet je dat dan wel, vanwege de sociale druk of whatever. Maar daar kan je zelf een hoop aan doen hoor. Niet meer met vrouwen omgaan. Waar maar mogelijk niet meer omgaan. Dus ook een tijdje terug en er was er een vrouw die, die ik dan ken. En, en die belde me op en ik zag dus dat nummer. Ik heb dat nummer dus nog steeds in mijn telefoons zitten, zowel mobiel als vast. En dan zie ik dat zij dat is en dan denk ik, oh, ben jij het? Ja, ja. Maar het enige wat ik gedaan heb is dat één keer heeft ze de voicemail ingesproken. En dan heb ik de voicemail afgeluisterd, een of ander seikverhaal. Dan denk ik, ja, ja. <laughs> dat is het dan. Hij is nog drie of vier keer gebeld. En toen, uh, vanaf dat moment, heerlijk rustig. Nee, het is mij wel duidelijk geworden. En ik zeg niet dat het voor alle vrouwen in mijn leven geldt, want er zijn vrouwen in mijn leven. Dat is ongeveer een stuk of vier. Ehm, um, nou, die, die zijn wel aardig. Maar nou, er zijn er maar vier. Waarvan de, ja, één is mijn tante Til. Die, die is echt aardig. En die bel ik dan op. Zij belt mij ook wel eens op. En dan kletsen we lekker wat. Hangen we rustig een half uur aan de telefoon. Die heeft ook begrip voor mijn situatie. En uh, ook in de tijd dat ik zoveel soap was, er, dat maakte haar niet uit. En mijn tante Irene, in de tijd dat ik zoveel soap oh, die, die deed een beetje moeilijk erover. Ja, ja nou drink ik niet meer. En nee, die is nou ook een stuk aardiger. En oh, 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 wat goed dat je gestopt bent. Dat zijn mijn twee tantes, Ze zijn de twee zussen van mijn vader. Die zijn wel tof. En dan verder in mijn kennissenkring zijn er nog twee. Ja, die ene ken ik alleen maar via Facebook. Dus dat is wel heel erg afstandelijk, maar dan nog. He. Dat is wel aardig iemand lijkt mij. En die andere, die heb ik wel een paar keer in het echt gezien. Dat is Mira. Op mijn YouTube-kanaal zit er een aparte playlist met alles van Mira. Dat is wel uh, leuk. Dat is een leuk contact. Nou, dat is het dan. En dan kan ik de rest van de lijst kan ik afgaan. Dat is één grote drama. En het komt misschien, kan je denken dan, hè, dat het komt uh, als het ware door mij. Hè, dat het gaat om een heel bijzonder geval van een man uit Arnhem en die heeft zo'n pech gehad in zijn leven. Ja, dat kan ik, als je dat denkt, dan kan ik aan toevoegen dat ik nogal wat mannen ken die, uh, die ervan mee kunnen praten. Hoor. Die hebben dat soort dingen ook meegemaakt. Dus dat staat helemaal niet op zichzelf, wat mij is overkomen. Dat kan je lekker vergeten. En ik snap nu hoe het werkt en hoe het zit, zal ik maar zeggen. Dan denk ik van Het zal mijn tijd wel uitduren. Wat moet ik met die ongein? Ja toch? Het ligt niet aan mij. Ik zie allemaal dingen hartstikke fout gaan. Echt verschrikkelijk, hoor. Dat is nu niet leuk. Dat zal je mij niet horen zeggen. Dus verre van leuk. Maar het is mijn schuld niet. De He, iemand anders doet dat. In dit geval een bevolkingsgroep. In dit geval de vrouwen. Die maken de boel kapot. Nou, dan moeten ze gewoon lekker doen. Kijk, ja. ik hoef geen tachtig uh, jaar meer mee. En ik ben nou in de leeftijd dat ik... Uh, ja, ik ben 59, bijna 60. Of 2,5 maanden of zo ben ik 60. Ja, en dan krijg ik een uitkering of uh, weet, weet ik, ik, ik... Ik bekijk wel wat, hè? Ik woon rete goedkoop. Ik woon hartstikke naar mijn zin. Ja, en wat heb ik nou nodig elke dag? Ja, een beetje eten. En uh, mijn zakje thee. Duh... Ja ik, heb mijn, ja, ik heb mijn internet, daar ben ik wel aan gehecht, moet ik zeggen. En met mijn laptop wil ik graag. Of ja, dat hoeft niet eens een laptop te zijn. Want vroeger had ik echt een laptop nodig, want dan was ik heel veel onderweg en alles. En ik werkte vanuit de trein. En als ik bij mijn moeder was, dan werkte ik ook. en Ja, nou, dan heb je een laptop nodig. Maar dat heb ik ook niet meer. Dus ik heb al even in de rondte gekeken bij die site van Apple. Ja, ik kan het ook doen met een iMac. Sterker nog, je kan het doen met een tweedehands iMac. Wat is dat nou? Zo'n refurbished machine. Ja. Nou, een auto, vervoer, toestanden. Ja, ik heb die deelauto samen met uh, Wim Bulsink. Wim Kradertuin noem ik die altijd. Met Wim dus. En Wim en Martin. En dat, dat kost mij. Het 19 euro in de maand. En ik moet dan betalen voor de benzine. En ik word geacht om. Uh, ja, als het ding kapot gaat of zo. Dan moeten we allemaal een beetje bijtossen. Hè? Nou, dat doe ik dan. En dat zit. Ik ben redelijk tevreden. Ja. Dus, ja, ik heb verder geen last meer van die vrouwen en eh, iets als een gezin stichten zo wat ik dus gedaan heb. Ja, als je een moderne man bent en je bent jong en je denkt dat je dat ook wil, ik zou er mee oppassen. Hoor. Ik er niet van uitgaan dat het zonder meer leuk wordt. Super voorzichtig zijn. Want die vrouwen die deugen niet. Dat kan ik je vertellen. Ik moet heel even een korte aan. Uh... Nee, dat hoeft niet. Wacht eventjes. Nee, dat hoeft niet. Dat kan ik zo dadelijk wel uh, terugvinden. Ik sta te testen onderwijl. Ik ben weer lekker aan het programmeren. Ik heb gisteravond mijn moeder gebeld. Die had ook wel in de gaten dat ik. Geen contact meer met haar zocht. Dus in die jaren dat ik zo. Ik heb er dik twee jaar stevig gesopen. En, ja, contact met haar was nul broekzak. En dat voelde ze wel. En ik. Hey, ja, ze hebben geen contact meer in alles. en alles. Ik nou, ik belde maar even op. En zei ze: Van nou dan vertel het maar. Hoe gaat het met je? Zijn een stuk beter. Oh. Zie zei, ja, ik ben niet boos meer. Oh. Dan heb ik het eruit gelegd. Mijn dochter is. Ja, ze is nu 19. Dus, en nu redelijk zelfstandig. Maar die moeder zit nog steeds uh, te etteren, hoor. Gedaan me vanuit. En er is sprake geweest van uh, verwaarlozing en mishandeling door die moeder. En de familie heeft daar niets van gezegd. Helemaal niets. Daar was ik erg boos over. En toen ik daar dus achter kwam, uh, dat ze. Niet alleen er niets aan gedaan hadden. maar dat ze ook helemaal niet van plan waren. om er ook maar iets aan te doen. dat was voor mij het breekpunt. Denk ik, ja, ik in mijn eentje. tegen dat monster van een moeder van mijn kind. dat is echt een monster hoor. Een verschrikkelijke creatuur. Dus die, die heeft het achter de ellebogen. die is gemeen. die. die... oh jongen. Zij heeft in de buurt, uh, de moeder van mijn kind, die heeft in de buurt in de rond te lopen brieven dat ik haar verkracht heb. Ja, dat akkervietje is dan inmiddels uh, acht, iets van negen jaar geleden of zo. Maar dan nog, hè? Dus die mensen in de buurt waar ik tien jaar gewoond heb, die kijken mij ook niet meer aan, joh. Die lopen mij schichtig voorbij. Ja, vind je het gek? Want die denken, dan loopt hij verkrachtig. Ja, zo zijn vrouwen. Voor mij is het duidelijk hoor. Heb ik ook tegen mijn moeder gezegd. Want ik ben niet meer boos, want uh, de vrouwen in mijn familie, zo zei ik het dan, hè? heel netjes. Zeg, de vrouwen in mijn familie, inclusief jij, ja, vrouwen zijn zo. Nou, en als vrouwen zo zijn, dan, ja, wat moet ik er aan doen? Moet ik ze gaan veranderen? Nee, want ze luisteren toch niet naar mij. Nou, en als vrouwen niet naar mij luisteren, dan heb ik dus geen zeggenschap. Nou, en nu komt de grap, hè. Ik heb verstand. Ja? En ik weet dat als je geen zeggenschap hebt en... Je hebt wel verantwoordelijkheid, dan ben je een slaaf van de situatie. En als je zeggenschap hebt en je draagt geen verantwoordelijkheid, dan ben je het omgekeerde, namelijk een tiran. Je bent of een slaaf, of een tiran, of de boel is in balans. Namelijk dat je en zeggenschap hebt, en in de mate dat je zeggenschap hebt, draag jij je verantwoordelijkheid. Dan ben je in balans. Dan krijg ik geen zeggenschap. Dan weet je wat, dan ben ik ook niet verantwoordelijk. Punt. Want ik hoef alleen maar verantwoordelijk te zijn. in de mate waarin ik zeggenschap heb. Geen zeggenschap? Mooi zo. Dan ben ik ook niet meer verantwoordelijk. Dus ik heb heel terecht gesopen. Want ik hoefde er helemaal niks mee te doen. Want ik had geen zeggenschap. Nou, dan kan ik net zo goed gaan suipen. Nu heb ik nog steeds geen zeggenschap. En ik doe ook nog steeds helemaal niks, want ik heb ook helemaal geen verantwoordelijkheid. Alleen ik drink niet meer. En de energie die mij dat oplevert, dat is best aanmerkelijk. Die gebruik ik nou lekker van mezelf. Dus ik ben mijn woning heb ik helemaal opgeruimd en schoongemaakt en sollicitatiebrieven de deur uitgedaan. en lekker geprogrammeerd zoals vandaag en ja, gewoon leuke dingen doen. Voor Wim Bulsing heb ik een hartstikke leuke website gemaakt. Heel functioneel. Ja, dat kun je niet zomaar vinden hoor. Dat maakt niet zomaar iemand voor jou. Nee, dat maak ik. En dat heb ik gemaakt voor Wim. En Wim is hartstikke blij. En daar ben ik weer heel blij mee. Want uh, ja, Wim heeft. Uh, ja, punt 1. Hij is verantwoordelijk voor de Clio. En ik heb de Clio dan niet veel nodig. Maar als ik hem nodig heb, ja, dan, dan weet ik dat hij rijdt. Want Wim, Wim zorgt er wel voor dat de Clio rijdt. En Wim heeft ook een bus. als de grote spullen. Zoals laatste moesten de grote spullen naar de stort. Ja, en dan bel ik Wim even. Stond hij niet gelijk te popelen, maar. Dus het duurde een week of zo. Ik zei: ja, Kom op, Wim. En ik had ook wel wat gedaan aan zijn website. Ik zei: ja, uh, Nou heb ik dat gedaan. Nou vind ik dat je moet komen met de bus hoor. Ja, zo Wim, daar heb je gelijk in. Dus, nou, toen kwam die ook gelijk. Al die rot zo lekker de deur uit. En nu heb ik nog meer uh, credits bij Wim. Ik denk, Mooi zo. Kijk, ik doe dat dan liever voor een man, snap je? Want voor een man krijg je wat terug. En bij vrouwen niet. Vrouwen van: nou, ah, joh, 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 jij bent een man en je hebt een auto. Nou, dan moet je dat ook maar regelen. En dan moet je maar dit doen en dan moet je maar dat doen. En zo zo zo. En als het een keer jouw beurt is om iets te vragen, dan krijg je een grote bek. En je bent er al lang klaar mee, joh. Met, ja, met alle vrouwen in mijn omgeving. Mijn zus die viert haar verjaardag niet. Die is niet zo scheutig met het organiseren van iets of zo in haar woning. Dan moet ze ook lekker zelf eten. Maakt mij niet uit. Maar zou ze het wel doen? Ja, ik weet niet of ik zou komen hoor. Waarom? Ik beschouw, het, beschouwde, ik beschouw het als een eer als iemand op mijn verjaardag komt. Daar ben ik iemand dankbaar voor. Huh? Nou, die dankbaarheid die ervaar ik niet als ik na de verjaardag, als er of een feestje ging wat mijn zus dan organiseerde. Die, die was niet echt dankbaar, die was meer zo van, oh ben je daar of zo? Denk, ja, dan weet ik eigenlijk helemaal niet of ik daar wel zin in heb. Ik zet er mooi een punt achter. Kijk, dat gezin wat ik had, dat was een, een knooppunt binnen de familie. Want ik vierde mijn verjaardag heel trouw. Terwijl ik dat normaal gesproken helemaal niet doe. Maar er was nu een gezin. Met een moeder en een kind. En drie poesen. En. Nou, mijn verjaardag werd gevierd. De, vierde, de verjaardag van de moeder van mijn kind werd gevierd. De verjaardag van mijn kind werd gevierd. Sinterklaas werd gevierd. Kerst werd gevierd. Uh, Oudjaartoestand werd gevierd. En er werd ook nog de verjaardag van mijn kind, want die is op 21 december jarig. En dat is niet echt een leuke verjaardag, dag, datum, omdat het ja, valt in de decembermaand. En dan heb je toch al zoveel van die dingen dus dan vierden we de verjaardag van mijn kind voor de kinderen het kinderfeest dat vierden we op 21 juni dus op 21 december dan voor de familie opa en oma en zo en tantes en dan 21 juni dus zes maanden later bij de zomerzonnestilstand ja, dus want 21 december is de wintersonnestilstand dat is de kortste dag en dan bij de langste dag het uh, kinderfeest organiseerde ik allemaal. Ja, dat vond mijn moeder wel leuk. Hè? Er zal er wel wat te beleven op de Spijkerstraat, onder de hoede van Perry. Ja. en zij heeft dat gezin naar de kloten zien gaan. Daar heeft ze geen vinger naar uitgestoken. De moeder van mijn kind is nooit aangesproken op haar gedrag. En ja, en dan gaat de hele boel naar de Ratsmedee. Ja. En dan valt zo'n knooppunt van familiaire contacten, dat valt weg. En dan zit mijn moeder in Almere. En denk van: goh, ik heb de hele tijd de familie al niet meer gezien. Nee, vind je het gek? Want dat knooppunt dat heb je kapot laten gaan, dat heb je kapot laten maken door een van jouw mede-sussen. Ik heb het ook tegen mijn moeder gisteravond heel rustig. Ik was niet boos. Ik, ik zeg, Ik ben helemaal niet boos meer. Maar ik ben erachter. Dat als een man had geflikt. Wat in dit geval die moeder heeft gedaan. En zoals ik dat had gedaan. Ik zei: Dan had ik mijn vader over me heen gekregen. Mijn stiefvader en mijn zwager. Als die daar lucht van hadden gekregen. En dat hadden ze. Want dat had, als ik dat had uitgevroten, Joh, die vrouw heeft uitgevroten. Dat betekent namelijk, punt A: geen reed doen in huis. Punt B uh, drie, vier avonden in de week de deur uitgaan en dan pas midden in de nacht thuiskomen. En dan punt C vreemd gaan. En dan ook nog een keer een baantje hebben van maar 32 of 28 uur in de week. En dan je vrouw het meeste je vrouw laten werken voor 50 uur in de week. Die dan het, het, uh, de bulk van de poen binnenbrengt. En dan ik een beetje met een soort van halve deeltijdbaan euh, lekker achter de vrouwen aan. Als de moeder van mijn kind dat me even gezegd had. De, de pannen waren van het huis afgegaan, de dakpannen. Ik heb zelfs mijn moeder over me heen gekregen. En mijn zus. En mijn schoonmoeder. En mijn schoonzus. Iedereen had er schande van gesproken. Nou, nu gebeurt dat door een vrouw. De vrouwen zeggen er helemaal niks van. Want, zei ik tegen mijn moeder, vrouwen spreken elkaar niet aan op gedrag. Dat doen ze niet. Die kijken de andere kant op. Het is mij al lang duidelijk. Dan begon mijn moeder zo te stamelen. Ja, maar de mensen in de buurt dan, hebben die er dan niks van gezegd? En ik, ja... Ja. Ik heb het er over mijn moeder. Ik heb het er over het gedrag van haar. En over het gedrag van mijn schoonmoeder. En over het gedrag van mijn zus. Ik heb het niet over het gedrag van de buren. Kunnen we het ook over hebben? Maar ik wilde het graag even hebben over het gedrag van mijn moeder. Maar ja, dat ligt niet zo goed bij vrouwen. Hè? Nou, vrouwen kunnen daar niet mee omgaan. Vrouwen weten niet de betekenis en de inhoud van het woord sorry. Die kennen het woord schaamte niet. Mijn moeder zou zich moeten schamen dat ze haar eigen kleinkind heeft laten verwaarlozen en laten mishandelen. En de, de frase: ik habe dat niet gewoest. Wat veel Duitse mensen hebben gezegd, omdat ze inderdaad niet wisten wat zich had afgespeeld in concentratiekampen. Wat een, een van de grote redenen was dat wat er verteld wordt over die concentratiekampen voor 90% niet klopt. Dus hoe heb je nou ooit kunnen weten van iets wat helemaal niet heeft plaatsgevonden? Maar nou, mijn moeder wist het wel. Want ik heb namelijk een roman geschreven, maar niet zo heel groot, hè? 130, 140 pagina's. En daarin staat het. Ja, zei mijn moeder, maar dat vond ik helemaal geen leuk boek om te lezen. Tja. Nee, het is mij wel duidelijk. Maar vrouwen, je hebt er helemaal niks aan. En ze helpen de samenleving naar de Rajmadeel. Want de gezinnen gaan kapot. En de gezinnen vormen de eenheden. waar de samenleving op gebaseerd wordt. Door geen gezinnen, geen samenleving. Punt. En dan mogen al die vrouwen dat maar lekker voor zichzelf uit gaan zoeken. En er trots op zijn dat ze er mede debet, nee, hoofdschuldige zijn aan het naar de ratchmode gaan van de Nederlandse samenleving. In ieder geval dan de Nederlandse, hè? Want in Amerika is het probleem precies hetzelfde hoor. Dat hoorde ik vandaag bij uh, Jessie Lee Peterson op internet. Jessie Lee Peterson staat onder deze video, daar kan je zo'n een linkje op zoeken. Nou, staat eronder. Het, er wilde een man op. En het was een beroemde verhaal. Die man in vol vertrouwen, getrouwd met een vrouw. Kinderen met haar verwerkt. Uh, ja, hij werkte natuurlijk. Die vrouw werd hem de deur uitgedonderd. Die ging voor de alimentatiehoofdprijs, nam een nieuwe kerel en die werd vervolgens papa genoemd. En hij had het nakijken. Nou had hij vanwege door de rechter had hij een omgangsregeling met zijn kinderen. A visiting right heet dat. Dat is een court order. Dat is een gerechtsbevel. Uh, ik weet niet hoe het bij de Nederlandse wet zit, maar de moeder van mijn kind hield zich er ook helemaal niet aan. Anyway, in Amerika is dat even wat anders. Daar is een vrouw verplicht om de kinderen naar die man te laten gaan. Nou, dat deed ze dus niet. Ja, zei Jessie Peterson, heb je toen de politie niet gebeld? Ja, zei hij, dat heb ik één keer gedaan. Maar dat werd zo'n drama voor de kinderen, dat, dat wilde ik niet meer. Nou, zegt Jessie Petersen, nou moet je goed luisteren. Die man, die vader, die wilde dus niet meer dat drama met de politie erbij. De politie komt dus langs. Jij bent dan eventjes voor, even vanuit zijn kinderen gezien. Die kinderen weten dat ze op dinsdag naar papa moeten. Mama die begint bla 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 bla. Nou, je blijft vandaag maar hier en je gaat maar niet naar papa toe. En vervolgens komt er een politiebusje. Daar stappen van die mannen uit in van die uniformen. En die bellen aan en die ontvoeren je. En je wordt afgeleverd bij je vader. He? En Jessie Peterson die zei dus van ja, dat is weliswaar heel vervelend voor je kinderen. Dat is schadelijk voor je kinderen, maar zei hij. De hele situatie is schadelijk voor die kinderen. Dus dat beetje schadelijkheid wat jij eraan toevoegt door de politie te bellen. Nou, daar hoef jij je niet schuldig over te voelen. En zorg er maar voor dat die moeder in de gevangenis komt. Amerika. En ga mij niet vertellen dat dit uitzonderinggevallen zijn, jongen. Dit zijn de vrouwen. Dit is helemaal losgeslagen. En dan kan je zeiken over de nieuwe wereldorde en de pauze en alles. En ja, 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 Dat is geen excuus. Punt. Ik ben niet boos. Ik ben even heel duidelijk. Dit is de schuld van de vrouwen. Die geen enkele moraal kennen. Heden ten dagen. Die zich gedragen als untermenschen. Nou, zo dienen ze dan ook behandeld te worden. We beginnen een samenleving met mensen. Te beginnen met ik en Wim Kruidentuin. En die vrouwen, die kunnen onze rug op. Ja, Wim en ik hebben het dan makkelijk, want wij doen al heel lang niet meer aan seks en zo. Dus wij lopen niet meer achter die kontjes aan, hè? Ik zag ook zo'n zo stel. Ik was in de action. Ja, ja, het geld is niet meer. Uh, hemelhoog jougend of zo. Hè? Dus ik in de action. Dat is zo'n goedkope winkel. Hè? Ik moest iets goedkoops hebben. <laughs> en dan loopt daar een jongen en een meisje. Zo'n stelletje. Nou, ik kan me zo helemaal voorstellen. dat. Hoe, hoe dat dan in elkaar zit. Die hebben natuurlijk samen de nacht doorgebracht. Dat was morgens vroeg, een uurtje of tien of zo. En dat meisje wilde natuurlijk even. Ja, ik wil even naar de action en even kijken voor de dingetjes. Dat papa. En dan kijken, 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 niet kopen. Kijk, een man die naar de action gaat, die gaat er naartoe met een doel. Ik ging er naartoe, want ik moest, zeg maar wat, ik moest de opbergdozen hebben. Want ik had een pak rijst gekocht. En, en er zit een handige tussen aanhalingstekens opening op. Maar dat scheurde weer eens in. Ik denk, ik ben het beu. Ik wil zo'n voorraaddoos hebben het, waar ik de rijst in kan doen. Maar die had ik dus niet meer. Dan loop ik naar de Action en ik moet zo'n doos hebben. Nou, dat stel liep te... Dreutelen door de action, ja dat doet een man niet. Nee, hey, dat was dat meisje wat dat wilde. 10 tegen 1. Nou, ze stonden dan uh, bij zo'n rek en daar waren allerlei computerkabeltjes van USB naar mini USB, en, nou, noem het maar, hè? Dan zonden ze te kijken en zij moest een verloopstekker hebben van. Maar ik neem aan. Ik denk iets naar Thunderbolt toe. En die was er niet bij. Nou, even, Om dat even uit te leggen. Apple computer vind ik superieur qua operating system. Dat vind ik beter dan uh, echt veel beter dan Microsoft Windows. Bente. En gebruikersvriendelijker dan uh, Linux. Waarbij ik een uitzondering maak voor de server variant. Want de server van Linux, dat ja, voor zover ik die dan gebruik, dat bevalt me prima. En dan moet ik bijzeggen dat ik van een server niks anders verwacht dan uh, een zwart scherm met witte letters. En uh, ik kan blind typen. En dan doe ik uh, ls en chmod en al die dingen. En ja, ik regel er wel op mijn server. Heb je? Ja, en een Ubuntu vind ik een prima server. Ik gebruik geen Macintosh OS X server. Dat is, me, dat is me veel te veel gejoeper. Maar voor een desktop machine, voor een machine voor, een, eh, voor mijn dagelijks gebruik. Macintosh, ideaal. Doe dat altijd. Nooit geen gesodemieter. Er zitten een paar onhebbelijkheden in, dat weet ik inmiddels. Nou, dan moet je dan even omdenken. ontdenken. Maar die ontdek je ook alleen maar als je, ja, als je met audio gaat werken. Daar dan zal ik voorzichtig mee zijn. Dan moet je niet, uh, niet al te plug and play mee omspringen. Deze opname bijvoorbeeld, dat maak je dan met een Mac. Nou, ik moet erom denken dat ik de opnamesoftware pas opstart nadat ik de microfoon heb aangesloten. Dat zijn van die kleine dingetjes. En voor de rest doet een Mac het altijd. En updates, upgrades, het gaat allemaal heel smooth. Nooit geen gesodemieter. En dan Marco, die heeft dan een Linux machine... Nou, nah, man, wat een gesodemieter. Altijd, nou niet altijd, maar negen van de tien keer dat ik er met hem een uitzending moet maken, dan moet hij eerst hannesen. Ja, en ik heb dat niet. Dus als ik er maar om denk dat ik mijn microfoon van tevoren inprik en dan gaan de lampjes branden op mijn ADC-dingapparaat. En dan doet hij het. Klaar. En als Marco wat zegt, dat komt bij mij door de speakers. Totdat ik mijn hoofdtelefoon erin duw En dan pats, en dan schakelt hij gelijk over naar mijn hoofdtelefoon. Dan ben ik klaar. Dus ik zit altijd te wachten op Marco, die is altijd eraan het hannesen. Kortom, het Macintosh operating system is geweldig. En Apple verdient zijn poen met de verkoop van hardware. Ja, dat is het businessconcept. En die computers die Apple verkoopt, die zijn rete goed. Die gaan jaren en jaren mee. Ik heb hier MacBook Pros, die 17-inch bakken. Ja, die komen uit 2006. Nou, die draaien nog enigszins, by the way. Ja, die kan je niet meer upgraden. Ja, dat, dat, ha, 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 ha. Die zijn toch rete oud? Toch? Dat mag een keertje stoppen, hoor. heb je toch wel eventjes heel erg lang plezier van je computer, hè? Tja. Nou, anyway, dat meisje staat dan bij die verloopstekkertjes dingen te, te kijken... En dan moet ze een Thunderbolt-aansluiting hebben. Nou, Thunderbolt, dat is best een goed interface. Het is de opvolger van Firewire. Daar is Apple als eerste mee begonnen. En nu is dat een Thunderbolt. Ja, en, ja dan moet je zo'n dus Apple-verloopstekker hebben. Ja, en als je die officieel koopt bij Apple, dan betaal je, je blauw aan. Dat is het misschien wel 16. Maar je kan ook op internet gaan shoppen. Ja, en die stekkertjes, die verlopen ellende toestand. Ja, dat ligt niet bij de action. Nee. Dan moet je even op. Uh, een handig websiteje kijken. en dan koop je er daar maar eentje. En een meisje zo hebben. Oh, ze hebben geen uh, verloopsticker. van VGA ja, naar Thunderbolt of zo, hè? En die jongen nog even voor haar kijken. En. Nou, ik liep dus door naar de opbergdozen. En even later. Komt dat stel weer langs wandelen. We lekker verder kijken. Dat meisje was nog niet uitgekeken. En dan hoort dat meisje tegen die jongen zeggen. Nou, en mijn volgende computer? Dat wordt er dus echt geen Apple meer. Want dan moet ik verloopstickertjes kopen. En dat heb je bij Windows niet. Tjeeuze. Wel, die jongen gaat al voor haar mee naar de Action. Omdat zij dat zo graag wil. Dat vindt die jongen zelf helemaal niet leuk. En dan gaat ze ook nog dat soort dingen zitten zeggen tegen die jongen. Ik noem, eh, en wat is dat wat ze zegt? De, de is puur gezeur. Dat is gezeur. Met Apple, Macintosh zijn geweldig mooie computers. Hartstikke stabiel. Hebben een geweldig goed interface. Uh, uh, ja, uh, Open Office draait erop. Dus je hebt helemaal geen Microsoft Word niet nodig. Nou, OpenOffice is rete gratis. Er zit een spreadsheet bij. Ja. Je hebt Firefox, kan je erop laten runnen. Nou, dat is zeker gratis. Je hebt Chrome, kan je erop laten runnen. Nou, dat is zeker gratis. Een e-mailprogramma zit er gratis in. En ja, wat wil je dan nog meer? Audacity draait erop. Dat is een geluidsverwerkingstoestand. Ja. Nou, je hebt het programma iMovie. dan krijg je er ook gratis bij. En als je echt een stevige jongen bent, dan zet je de KDN Lite erop. Of KDN Live heet dat. Dat is open source. Dat draait er ook op. Blender draait erop. Dus dan kan je 3D-objecten manipuleren. Ja. Het is gewoon een keigoede machine. Het enige wat je nodig hebt, inderdaad. Ja, je moet een verloopstekertje hebben. Voor je Thunderbolt-aansluitingen. Maar aan de andere kant, alles gaat over naar USB, heb ik het idee. Dus dat probleem heb je binnenkort niet meer. En als een meisje loopt een beetje te zeuren. denk ik, oh, 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 wat zielig voor die jongen. Want ik weet al hoe dat af gaat lopen. Ja, nu is het nog een enigszins aantrekkelijk ding met een leuke beeldpartij. Nou, straks is ze veertig. Dan is die bilpartij uh, nou, verdubbeld. Dan heeft ze sinaasappelhuid. en wordt ze daar weer zagrijnig over. Van, ik heb allemaal sinaasappelhuid. En, 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 en. En dan ga je dat weer. Dan kan je dat aanhoren. En onderwijl is je leven aan je voorbij getikt. Ik zag als het ware mezelf lopen. In die dagen dat ik dan nog met vrouwen, he, dat ik er allemaal nog een verwachting mee had, van nou, dan ga ik samen met mijn vriendin en dan gaan we leuke dingen doen. Ja, die gaat helemaal geen leuke dingen doen met je vriendin. Want ze zeuren. Ik heb een vriendin gehad, die had heel mooi haar. He, daar kon ze blij mee zijn. Heel mooi, dik, krullend haar. Ja, en dan moest ze natuurlijk naar de kapper. He, en elke keer als ze van de kapper terugkwam, was ze stikzaggerinig. Elke keer vond ze dat de kapper het verpest had. En dan zit ik met zo'n zachterreinig mormel op de bank. Gewoon twee, drie keer per jaar was ik de lul. Dan kon ik dat gezeur aanhoren van mijn vriendin. Als ik dat in hè, terugblik op mijn omgang met vrouwen, dan denk ik, jeetje wat een ellende was dat. En het zijn altijd die vrouwen. Die vriendin waar ik het net over had, die zeurde over de kapper. En zat ik met haar tv te kijken en dan was er een optreden van The Cure. Nou, en inmiddels waren we dan in de jaren negentig aanbeland. Nou, en The Cure, die heeft uh, de eerste plaat, die, die kwam uit in 1978 of zo. Hè? Three Imaginary Boys of zo so, heette. Die hebben uh, die, 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 die stofzuiger. Stofzuiger in een koelkast en een schepenlampen. Die roze hoes. 2:15 on a Saturday night. Ja. Nou, en een, twintig jaar later, bijna, staan die jongens nog steeds op het podium. En dan uh, zit ik met haar naar te kijken. En ik was echt aan het genieten. Oh, ik ken al die nummers. Ik, ik heb uh, bijna alles van de cure dus ik was aan het genieten en het enige wat zij kon zeggen, na zich, hij is er ook niet jonger op geworden, hij is nu echt een oude man. Ja, sprakeloos ben je daar toch van? Maar dat wil je toch niet als man. Al die vrouwen, ze zeuren. En het. Ja, even voor alle mannen. Weet waaraan je begint, jongen. Als je zo'n seurnes hebt als vrouw. Ja, Draai iedere, iedere dag dat nummer van... Uh, banks, I got 99 problems, but the bitch ain't one. Ga in godsnaam je eigen gang. Want je leven wordt er niet leuker op. En dan gisteravond met mijn moeder en dan word ik dus niet boos en helemaal niks. En ik heb ook niet gedronken, dus ik kan ze daar ook niet over beginnen. Mijn woning is inmiddels heerlijk opgeruimd, dus daar kan ze ook niet over beginnen. En ik met haar dus even lekker de dingetjes doornemen. En ik kreeg het over mijn zus. Die heeft me ook een aantal rotgeintjes geflikt. En ik vertel dan zo'n voorbeeld van nou, euh, toen en toen heeft ze dat en dat gedaan. Ik heb de hele situatie uitgelegd. En dan mijn moeder gelijk, ja, maar heb je dan wel aan je zus dan wel alles heel goed uitgelicht? Terwijl ik denk, nou, ze zat mij uit te kafferen. En als zij de situatie niet goed begrepen heeft, dan dient ze aan mij te vragen: van goh Perry, wat bedoel je nou eigenlijk? Want ik begrijp het niet helemaal goed. Maar niet gelijk overschakelen naar de mode, die dan dat uitkafferen van Perry heet. Wat is dat nou? En mijn moeder neemt er gelijk op van mijn zus. Die denkt, nou, bekijk het toch ook maar. Niet dat ik boos ben, hoor, helemaal niet. Maar luister ik daarna, ja, in de zin van uh, ja, je hoort geluid eruit komen uit mijn moeder. En dat vindt ze dan. En ik, nou ja, dat moet jij maar zo vinden. Ja. Maar ik heb het volste recht om niet afgekafferd te worden, uitgekafferd, afgezeken. Natuurlijk heb ik dat recht. Het is toch mijn leven? Het is toch mijn persoonlijkheid? Het is toch mijn eer? Wat is dat nou? Ja. En uh, zij gaat uh, mijn zus niet aanspreken op haar opmerkingen. Echt niet. Zoals ze dat ook niet deed met de moeder van mijn kind. Want zo zijn de moderne vrouwen. Uh, die, die, die zien elkaar de meest gekke dingen uitvreten. Maar ze zegt... Oh ja, Ja, wil je nog thee? Ik weet het nog een keer. Het was de verjaardag van mijn moeder. En ik was daar naartoe gekomen. En van haar man was zijn oudste dochter. Die was er ook. Nou, en ik met de moeder van mijn kind en mijn kind. Dat was er in de tijden van het huwelijk. Nou, die oudste dochter van die man, van mijn moeder. Dat is best een aardige vrouw, moet ik zeggen. Daar kan ik het goed mee vinden. Kon ik het goed mee vinden. Ze is nou overleden, helaas. En die vertelde. Een verhaal wat ik eigenlijk wel grappig vond. Uh, waar kwam het op neer? Dat haar, zij heeft drie dochters en die twee oudste die wilden per se een konijn. En ze hadden een tuin. Hè? Dus dat kon wel, maar die moeder had gezegd dat is best, maar jullie zorgen ervoor, want ik zit niet te wachten op de zorg voor een konijn. Ja, ja, nee, dat doen we mama. Ja, nee, dat doen we. Maar een konijn wordt best oud. En die dochters vonden het op een dag tijd om uit studeren te gaan en op kamers te gaan wonen. Dus de eerste ging pleiten, nou, dan dus zorgde die andere voor het konijn. Maar toen ging die tweede ook de deur uit. En wie zorgde er toen voor het konijn? Ja, die kinderen kwamen niet uh, twee keer per week eventjes naar het ouderlijk huis om voor het konijn te zorgen. Nee, dat moest mama maar even doen. Ja, zei ze. En nou is er dus precies gebeurd waarvan ik had gezegd: dat wil ik niet. En dan loop ik een beetje voor een konijn te zorgen, terwijl een konijn mij helemaal niks zegt. En mij ook niet hoor. Ik vind konijn hartstikke lekker. Dan moet een nachtje liggen in de rode wijn met salie erbij en een kruidnageltje en een laurierblad. En de volgende ochtend, nou dan moet je hem... Nou ik zou hem nog even lekker laten liggen. Ja dan ga je hem een smiddags een keertje haaien en dan eruit. En dan laat je hem lekker, ga je hem lekker afdeppen. En dan aanbraden. En dan het, uh, laat je hem eventueel nog even afkoelen. En uh, dan uh, uh, ja, lekker in een ovenschaal Met een scheut van de marinade nog erbij. En dan lekker dan een konijn. Moet toch iets van uh, drie kwartier minimaal in de oven, dacht ik hoor. En dan een aardappelpuree erbij. En, uh, rode kool. Heerlijk man. Ja, dat denk ik als ik denk aan konijn. Snap je? Nou, die vrouw dacht er kennelijk ook zo over. Ja, zij stond mooi op te draaien voor de zorg van dat konijn. En dan de moeder van mijn kind, die maakte er een opmerking over, jongen. Wauw. En, uh, uh, ja, zeg maar, mijn stiefzus... Huh? die kreeg een rode kop van... Uh, van ja, nou, die was zwaar beledigd. Ja, vind je het gek? De moeder van mijn kind, die kwam uit de hoek, jongen. Uh, nou, uh, uh, mijn stiefzus, die heeft... Niks meer gezegd. Ik zat met stomme verbazing te kijken naar de moeder van mijn kind. De moeder van mijn kind zat helemaal recht overeind. Van nou, ik heb gesproken. En, nou, mijn kind die keek zo van... Oh, de, de volwassen mensen hebben weer eens even ruzie. Nou, ik zeg ook maar even niks. En mijn moeder die wist ook niet wat ze moest zeggen. En toen was er een stilte van een paar minuten. En toen zei mijn moeder met zo'n heel vrolijk stemmetje... Nou, en wie lust er nog een kopje thee? Kijk, zo zijn vrouwen. En denk je dat er ooit een opmerking gekomen is naar de moeder van mijn kind van zeg, je bent op een verjaardag, je bent op visite, en zou je je alsjeblieft een beetje willen gedragen naar de andere gasten toe? Nee, want zo zijn vrouwen niet. Nou, en een moeder, iemand als de moeder van mijn kind, die, die weet dat het zo is, die weet dat ze dat soort dingen kan flikken, uh, er is niemand die er wat van zegt en uh, die vrouwen gaan er lekker mee door. Kijk, maar ik weet het nu ook. En ik haha! aha. Dus ik gooi mijn hele leven om. Ik ga nog om met Wim Kruidertuin. Dat is tenminste, daar kan ik het redelijk mee vinden. En nog een andere mannen, denk ik, ja, nou, je bent wel aardig. Ja. En dan zo'n enkele vrouw, zoals Mira uit Amsterdam... die hebben ik laatst ook een berichtje gestuurd... van zullen we binnenkort weer eens wat afspreken? Over internet dan, hè? Dan gaan we weer wat doen. Dan gaan we weer eens over politiek hebben... of weet ik veel wat. Ik heb er niks gehoord van... maar dat maakt me ook niet uit. En met Jurk Liesman ga ik om... we lekker uitzendingen maken. Nou, dat vind ik tof. Daar hou ik me daar wel mee bezig. In plaats van met al die rare, negatieve dingen van die vrouwen. Ze bekijken het maar. Die vrouw hierboven nou, die, die is dan aan het verbouwen of zo. En dan heizen, man. En wat ze nou doet, ik weet het niet hoor. Knallen, man. Er staan hier de, de kopjes te rammelen in de kast. Dan denk je, ja, het is een vrouw, hè. Laat ik er maar niks van zeggen, dan krijg je hijzaam. Het <laughs> zal hopelijk een keertje ophouden. Maar ze is nog steeds niet uitgeboord. En die vrouw die er daarvoor zat, dat was er ook zo een. Die, die liet de God de ganze tijd dingen vallen. En hier in de, in de keuken en in de badkamer, daar ligt marmer op de grond hè. En dan laat ze metaal op dat marmer vallen. En dat geeft een knal, jongen. En dan schrik ik me helemaal kapot, hè. Dan nee, heb ik daar een keer wat van gezegd tegen haar. Van, uh, wat, wat... Ja, ja, laat dingen vallen of zo. Ik hoor van die hele harde knallen. Oh, zei ze toen tegen mij. Nou, dat ben ik helemaal niet. Ik zei, oh. Ja, ze ik, ik weet niet waar je dat vandaan haalt, hoor. Maar ik ben dat niet. Nou, nou is het zo dat zij woont niet meer langer boven mij. Dat is nou dus een nieuwe vrouw ingetrokken. Zij woont nu schuin onder mij. Op de begane grond. En dan kwam ik haar tegen en zei ze: Nou, ik heb even kennis gemaakt met je nieuwe bovenbuurvrouw. En ik wil je even waarschuwen. Want uh, zij heeft uh, een pakket. Laat ze aanleggen of zo. En. Uh, Oh, zou dat zijn dat ze met dat pakket bezig is? Dat ze daarom zo loopt te knallen? Maar goed, ze heeft pakket en ze heeft ook een grote hond. Nou, ik denk wel dat je er last van gaat krijgen hoor. maar als die grote hond met die nagels over dat pakket gaat. Dus ik zal je me even waarschuwen, dacht ik. En ik keek als we droogjes aan. Ik zei nou, ik zeg die knallen, die, uh, daar schok ik me iedere keer de pokkenherrie van. En nou je niet meer boven me woont. Nou, die knallen heb ik in ieder geval niet meer. Dan keek ze mij zo aan. zei ze: Ja, uh, ja, uh, ja. Ik, ik laat altijd van alles uit mijn handen vallen. Uh, ja, 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 ja. Het is wel zo. Denk: Oh ja, na al die jaren ga ik het even toegeven. Maar <laughs> <is een> <laughs> ja, het is een vrouw. Het is een vrouw. En dan mag ze lekker op de begane grond, mag ze van alles uit haar handen laten vallen. En degene die boven haar woont, die, ja, die hoort dan ook die knallen. Maar... Ja, een knal van onderen is minder dreigend, dus aanschikwekkend en zo. Dan, uh... dan een knal uh, vlak boven je hoofd. Hè. <laughs> ja, kortom, uh, ik ben al meer dan 60 dagen droog en het bevalt me uitstekend. Ik krijg er een heldere blik van. En als je dus zoveel alcohol drinkt, zoals ik dus deed. of als je überhaupt maar alcohol drinkt. Dan gaan, dat is voor vrouwen weer een aanleiding om te gaan zeuren over jou. En dan gaan ze beginnen met dat je eigenlijk maar één alcoholconsumptie per dag mag drinken. of zo. Hè. Dat hebben ze dan weer gelezen in een of ander blaadje. En als je dan meer drinkt dan dat. dan heb je een godganse tijd. Dan moet je jezelf gaan lopen verdedigen voor je alcoholconsumpties. Nou, dat maakt je kwetsbaar als man. Nou, en mijn oplossing nu, maar niet alleen vanwege die vrouwen, hoor. maar Ook in de algemeenheid, dat ik denk, nou, ik drink helemaal niet meer. Ja, dan valt dat, valt weg. Dus wat heeft mijn moeder nou nog over mij te zeiken? Ja, helemaal niks. En wat blijft er dan over? Ja, dat ik het gedrag zie van mijn moeder. En het gedrag zie van mijn zus. En het gedrag zie van de, van de moeder van mijn kind. En het gedrag zie van mijn kind. Die ook de vriendje liep af te bekken, waar ik bij was, hè kwamen we terug van de, van de winkel en ik had spullen voor haar ge, betaald en alles. En het was best zwaar en zij had die in haar armen. En toen dus zei de vriendje tegen haar, toen we al een stukje gelopen hadden... van, zal ik het even overnemen, dan draag ik die meuk wel. Het was vrij groot en vrij zwaar. En ze valt toch uit naar die jongen zeg. Wauw, jij wil een beetje stoer lopen doen en jezelf lopen bewijzen. Nou, hier heb je de spullen. Dat ik nou zeg... Uh, die, dat vriendje van haar uh, is een heel aardige jongen. Maar, uh, dat zeg ik dan wel een keer tegen mijn dochter. Als ze nog een keer uh, langskomt, wat ik wel denk. Maar als ze niet langskomt, zo uh, so beet. Uh, ga ik er moeilijk over doen? Nee, waarom? Als zij niet wil luisteren naar haar eigen vader, dan heb ik toch geen zeggenschap? Nou, heb ik ook geen verantwoordelijkheid. Ook naar mijn dochter niet. Punt en niemand die mij kan vertellen dat ik iets fout doe. Nou, en met deze rustige waarheid neem ik van jullie afscheid en zeg ik heel vrolijk op zijn hamburgers, tschüss <laughs> en dag lieverds.